komt er de mijnkever aan. En die gaat... Die vliegt. En dan... Beweegt de tank. Ja, en dan en heb ik hem. Ja? Even daarna komt er de mijnkever aan. Heb ik. Manneke. Anne was ook een manneke. Komt er weer een. Ja, niet meteen, maar hier. Donker met een zaklamp. En weer een. Weer een manneke. Haak er vier. En dan weet ik genoeg. Het vrouwke. Dan ken ik zal dan ook zien hoe het verschil. Hij geeft een feromoon af. Geurstof. En dan gaat ergens zitten. En hij geeft de geurstof af. En dan komen de mannetjes op af. Die ruiken ook met die antenne. Met vlinders gebeurt ook zo, hoor. Dus, ik weet waar ik die vier mannetjes gevangen heb. Komt er weer een aan en dan gaat het op en neer. En dan gooi ik met mijn net door de heg. En ik kijk, dan haak ik een vrouwke. Dan heb ik nog een vrouwke gevangen. Dan heb ik een bloempot die ze voor de vijvers gebruiken. Die zwarte met allemaal die gaatjes erin. Dan doe ik die vrouwkes in. En dan zet ik die pot op de grond... Of op een tegel. En wat doen die vrouwtjes? Die geven nog steeds een geurstof af. Dus dan komen die mannetjes, maar die komen hier vliegen. Dus niet in de heg. Dus die vliegen. Dus ik sta hier met mijn netje en daar vliegen die mannetjes. Dus ik schep gewoon. Dus ik gebruik die vrouwtjes om die mannetjes te vangen. Ja? Maar als jij nou dat vrouwtje wegvangt en je neemt hem mee. Dan komen, waarvoor moeten die mannetjes dan komen? Dus vervangt er niks. Dus als je moet met hulp, je moet eerst zorgen dat je een vrouw hebt. Maar dat kun je alleen maar als je op een aantal mannetjes op één plaats komt. Dan zit daar zit een vrouwke. Maar die ziet je niet. Die zit hier om. Ja. Dus dan moet je met een net. Een flikkertje op de grond. Hè? Of zo. Maar als je hem hebt in het potje en dan, kom, en dan kan je het vervangen. Zo doe ik het. Maar doe ik met een heleboel dingen. Dus zie je de antenne niet. Of nauwelijks. Zie je die, waar de voorkant zit, hè? Ja. Snapt u? Ja. Wij hadden er vroeger de naam voor. Dit noemden we een bakker, zo'n witte. Oh ja, een schoenmaker. Oh, of schoenmaker. Nooit meer gewoon. Ja, ja. Een bakker. Ja. En ik ken ze, ik word ook niet een nagaar als een potje doen. De grootste waterkever van Nederland. Oh ja, ja. En de familie van de meikever... Ja. Luister jij? Ja, ja. Is de hij luistert hoor. Uniekever, deze twee, dat zijn uniekevers. En een ander familielid is een rozenkevertje. Ik denk dat die bij jullie voor het museum in dat groenstrookje tussen de. Dat zijn de rozenkevertjes met de familie van elkaar, dus deze drie. En hij had ook nog de juliekever, maar die heb ik nog nooit in gezien. Die zit in hoofdzaken. Dat is een staafwans. Dat is een insect waaruit het ei, als het uit ei komt, al dezelfde vorm heeft als moeder. Dat is moeder en dat is een jong. Zie je, maar die is al hetzelfde. Maar bedoel, je hebt bijvoorbeeld geen jonge meikevers. Die komt er zo uit de grond. Zo groot. Die zijn niet eerst zo, hè. Nee. Kijk, bij een spin is eerst heel klein en dan wordt hij steeds groter, die spin. Maar een kever, die komt zo groot uit de pop. Zo groot, als je hier staat. Die en dit is een veenmol. En die poten, die lijken op een mol. Die doet zo graven. Hè? Talpa is het Latijnse woord voor mol. Dus deze veenmol, die heet Grillo talpa. Veenmol, de insect. En John de Mol, zijn televisiestation, die heet ook Talpa. Van John de Mol. Linda de Mol. Achternaam is dus in het Latijn Talpa. Daarom heet dat bedrijf van hem Talpa.